wereldwonder op rupsen, zou ik maar zeggen. En hij heeft een hele leuke intro waarin hij laat zien dat die eerste 2 jaar dat ding echt voor een meter functioneerde. Dat is wat ik niet wist. Ja, zodoende heb ik toen dat boek gelezen. En dan gaan we nu de diverse hoofdstukken gaan we daarvan behandelen. Collega-historicus is het, hè? Paul Kennedy, ja zeker. Ik geloof zelfs dat hij min of meer even oud is als ik. Zal elkaar niet veel uitmaken. En hij heeft in de tijd een enorme plons veroorzaakt met dat boek Rise and Fall of the Great Powers. En daarvan denk ik, nou ja, dat heb ik vorige keer uitgelegd, hoe leuk het is dat al die voorspellingen niet klopten. Zullen we daar nu mee beginnen? Dan kunnen we de actuele dingetjes daarna doen. Nee, laten we met de actualiteit beginnen. Dat vind ik altijd... Altijd, ja? Ja, er zijn wel een paar aardige dingen in de actualiteit die we in ieder geval niet moeten vergeten. Dat is het belangrijkste. Nou, ja, noem er maar eens een. Waar wil je mee beginnen? De enquête. Waarover? De parlementaire enquête over de fraudebestrijding. Want dat is een beetje weggezakt. Ik vond dat er ook in de kwaliteitskrant werd er aandacht aan besteed, inhoudelijke aandacht aan besteed. Maar het was allemaal wel een beetje magertjes, vond ik. Als je denkt wat een godvergeten drama dat eigenlijk is. Want ook die getuigenissen die deze week, ik neem aan deze week, werden afgelegd. Zowel door meneer Bruins als door ex-minister Kamp. Als door natuurlijk onze minister-president, die zoals gewoonlijk eigenlijk niets mee te maken had. En nou ja, op zo'n vage teflonachtige manier er weer tussendoor zeilde. Want hij werd nog aangesproken op zijn rol toen hij staatssecretaris was, hè? Ja, oké, dat is een langlopend drama in feite. En ja, wat daar gezegd werd, zowel door meneer Bruins als door Henk Kamp, is eigenlijk vreselijk. En nou zal de fraudebestrijding en de toeslagenaffaire, dat zal geen eind maken aan het vaderland. En we zullen daardoor niet ingelijfd worden door Duitsland, zal ik nou maar zeggen. Maar het is wel een moreel failliet van een treurige omvang. En laten we niet vergeten, waar hebben we Omtzigt aan te danken? Waaraan hebben we de zoveelste messias in de Nederlandse politiek aan te danken? Aan de toeslagenaffaire. Waarin Omtzigt natuurlijk ook een soort traject heeft doorlopen. Dat hij eerst ook vond, volgens mij, dat die fraude, dat het moest allemaal geweldig bestreden worden. En denk aan het drama van die Bulgare fraude. Ja, en later bleek dat de overheid op dat terrein werkelijk totaal ontspoord is. Wel nu de getuigenissen van de betrokkenen. En ja, Henk Kamp is niet de eerste de beste. Henk Kamp is een zeer prominente VVD'er. Henk Kamp was minister van Sociale Zaken op een goed moment. En toen zei hij dat die fraude die moest maximaal bestreden worden. Toen werd hij tegengesproken door zijn ambtenaar en volgens mij ook door de ombudsman. Ze zei, ja, dat valt enorm mee met die fraude. Dat is niet hoger dan normaal bij complexe overheidsregelingen. Is altijd een zekere vorm van fraude en... Nou, zei Henk Kamp, daar geloof ik niks van. He. Kortom, hij ontkende, zonder zelf over enig interessant feitenmateriaal te kunnen beslissen, simpelweg wat de werkelijkheid was. Want achteraf is ook gebleken dat dat de werkelijkheid was. En hij zet alles in op de fraudebestrijding, waarbij al heel snel werd gezegd, joh, we zijn niet, dat lijkt wel of we gek geworden zijn. He. Omdat, en daar komen we op een ander punt, die afschuwelijke fraudewet. Die in feite waar je heel weinig aan kunt doen als je eenmaal gepakt wordt. En waarbij het uitgangspunt van onze overheid was dat een vergissing in aanvraag of het formuliertje invullen of wat dan ook, een vergissing was al fraude. De vergissing was niet een vergissing, de vergissing was met opzet een poging om de overheid te belazen. Dat was helemaal niet zo, maar dat was het uitgangspunt. Dat was het uitgangspunt van Henk Kamp, die nogmaals zonder een schijn van bewijs volhield dat de mensen in het land, die wisten wel hoe het zat en de fraude was, deed zich voor op enorme schaal. En dan moest keihard, je herkent dat woord keihard, het meest afschuwelijke woord wat de VVD heeft uitgevonden, alles moest keihard worden aangepakt met verschrikkelijke gevolgen. Die meneer Bruins, overigens ook een VVD'er, getuigde voor die parlementaire enquêtecommissie. Die was enige tijd directeur van de UWV, dat is die uitvoerende instantie voor de werknemersverzekeringen.
Die zei van ja, er werden zeer grote bezuinigingen op de UWV waren gepland. En hij had al gezegd meerdere malen van dat moet je niet doen, want dat loopt volkomen vast. We raken enorm in de problemen als jullie die bezuinigingen, als jullie die daadwerkelijk uitvoeren. Je begrijpt, zoals gewoonlijk heeft het kabinet zich daar geen reet van aangetrokken. Daar moet ook nog eens iets over geschreven worden. Al die adviezen die die kabinetten gehad hebben de laatste 15 jaar van rekenkamer, van de Raad van State deels. Nooit iets van aangetrokken. Gewoon gezegd, we doen wat we moeten doen enzovoort. Het is eigenlijk, je wordt er akelig van als je het leest. Ik kan het niet anders zeggen. Dat je dus een overheid hebt die zonder een schijn van bewijs een soort oorlog begint tegen mensen die een uitkering krijgen, een of andere aard. Dat is toch idioot? Als je dat leest van die kamp, dan denk je dat die man is gek. Terwijl ik op mij maakte die altijd een min of meer normale, zei het wat rechtse indruk. Maar dit is een drama. Nogmaals, tienduizenden mensen hebben daardoor enorme schade opgelopen. Kinderen zijn uit huis geplaatst. Het is een, nou ja, we hebben er nu weer een nieuwe Messias aan te danken. Het is, en ik kan het niet anders formuleren, een moreel failliet van onze overheid. En de primaire verantwoordelijke, als ik zo vrij mag zijn, is de minister-president die daarbij heeft gezeten en daarmee akkoord is gegaan. En, laten we dat niet vergeten, die godvergeten luie Tweede Kamer, die al dit soort van dingen heeft laten passeren. En de schuld van de minister, de PvdA-minister, die zich ook niet zo heeft opgesteld zoals een sociaaldemocraat zich had moeten opstellen. Het is, nogmaals, het is niet het einde van het vaderland. Hmm. Maar het is deels wel het morele failliet van je vaderland. Dat is toch wel niet waar. En dat zijn allemaal hele kwetsbare mensen. Ze hadden vaak een migratieachtergrond. Het blijkt nog steeds dat op allerlei punten het overheidsapparaat stuurt op migratieachtergrond. Op het feit of je een wat andere naam hebt dan de modale Nederlander, of je een Jansen of Pietersen heet. Dat zou ik ook alle immigranten aanbevelen. Vraag naamsverandering aan. Vraag, als u een boelantie heet, weet ik veel. Vraag aan dat u graag Pietersen heet. Of Jansen vind ik ook goed. Smit kan ook. Slager, allerlei mogelijkheden. Maar gewoon een Nederlandse naam, dan bent u deels, althans computertechnisch, van het gesodemieter af. Het is beschamend. En ik vond dat daar eigenlijk, ja, toch betrekkelijk weinig aandacht aan werd besteed. Ik bedoel, waar ik die Bruins in de krant tegenkwam, toen was ik ergens al een pagina. Dat waren de oneven pagina's of zo. Ik had al een pagina 5 of zo, weet ik veel waar. Wat is de hoofdvraag van die commissie? Nou ja, waarom het zo volledig uit de hand gelopen is. En dat kun je daar zien. Door het schandalige gedrag van het kabinet. En zoals je weet ook van al die ambtenaren. Nou, eerst sommige ambtenaren. Die Bruins zei ook van joh, dat moet niet doen. Want het leidt tot enorme problemen. Is die uit de partij getreden? Is die ermee naar buiten gegaan in de tijd? Nee, helemaal niet. En deze kwestie voltrekt zich op een reeks van terreinen waarbij je moet zeggen, het gaat hier om een soort koortsige bezuinigingen. Allemaal het product niet waar van de bekende kredietcrisis en de nasleep daarvan. Nederland had dat helemaal niet nodig. Wij waren budgetair een betrekkelijk solide en betrouwbaar land. Ja, er waren allerlei landen in Europa die dat helemaal niet waren, maar wij waren het wel. En ja, we zijn, het is een soort virus dat is de indruk die je krijgt. Ze zijn niet goed snik geworden. Zo'n kamp. Ja, jullie de cijfers, dat zijn de cijfers, maar ik weet wel beter. Was het dan zijn onderbuik? Wij VVD'ers weten altijd wel beter. Er wordt overal gefraudeerd op alle niveaus door iedereen die geen VVD stemt. Sorry, dat is natuurlijk weer onzin, maar goed. Maar vind je hem dan een van de medeschuldigen hieraan? Ja. Alle bewindslieden die hierbij hebben gezeten, en zeker diegenen die minister waren op het verantwoordelijke terrein, op het terrein waar we het over hebben, en die dus glashard gewoon zeiden, we geloven de cijfers niet, we gaan er keihard tegenaan. Elke minimale verschrijving is fraude.
Ja. En dat is toch een probleem. En dan, op een of andere reden kreeg ik toen weer een of andere huisarts op de televisie te zien. Zei ik heb een dag in de week nodig om mijn administratie te doen. Wat mankeert ons? Zijn we niet, inderdaad niet goed snik? Want dat is het gekke. Eerst hebben we besloten, we gaan alles anders organiseren in Nederland. Ik kom een hele kleine, snelle, efficiënte overheid, dat kan best. Moet je niet zeuren. Dat is de zelfredzame burger, die kan dat makkelijk aan. Helemaal geen probleem. En dan is het even stil en dan zegt iemand, ja wacht even jongens. De zelfredzame burger is wel een frauderende burger. Hè? Dus we moeten dat haarscherp in de gaten houden. We moeten een mega controleapparaat optrekken om de frauderende zogenaamd zelfs die burgers. We kennen onze Pappenheimer, ze zijn allemaal oplichters tot de laatste man. Hè? Dat is de toon. Met als gevolg dat je dus een gigantisch administratief apparaat creëert. Vol met computersturing. Niet waarvan, letterlijk tienduizenden, zo nog niet meer, mensen in Nederland het slachtoffer zijn geworden. En daar zitten we nog steeds mee, want je weet, dit ziek maar door en ziek maar door. En ze kunnen niet tot een oplossing komen. Het kan nog jaren duren. Ga ze maar door. Maar we zitten nu wel in een fase van een reflectie. En hoe heeft het kunnen gebeuren? En ja, dat verder? Begrijp ik ook wel. En nu hebben we. Maar ja, ik kan je wel zeggen dat mijn indruk was dat Henk Kamper nog niet een onsje spijt van had. 0,0. Laten we wel wezen, de zelfredzame burger is gewoon een zelfredzame oplichter. En daar gaan wij voor zorgen dat we niet opgelicht worden. Met als gevolg ook dat je aan de ene kant geweldig bezuinigt en aan de andere kant een apparaat creëert. Wat weet ik wat moet kosten om de zelfredzame burger vervolgens weer te gaan controleren. Het is triest. Dan zouden we bovendien, we zouden toch van die toeslagen af moeten raken. Ik begrijp dat ook het armoedebestrijding, hoe nuttig en belangrijk ook, dat gaat allemaal weer met toeslagen. Dus misschien zouden we ook over dat die kwestie eens na moeten denken. Nou ja, ik werd daar enorm door getroffen. Ik zie het echt als bedroevend. Ja, daar zit je bij. Ik heb op een partij gestemd die zich daar mede schuldig aan gemaakt heeft. Er zijn maar een paar partijen die daar tegen gewaarschuwd hebben, waar niemand zich iets van aangetrokken heeft. Dat is een van de allerpijnlijkste dingen. Ook in het ambtenarenkoor waren mensen die zeiden, ja, wat is dit nou? Dit moeten we niet doen, dit gaat verkeerd. Hier doe je wel altijd na afloop pas, hè? Ja, dat hoor je na afloop pas. Die mensen zijn weggepromoveerd. Kalt gesteld, of weet ik wat ermee. Ja, die hadden natuurlijk is. Ook in die periode naar voren kunnen stappen. Ja, dat hebben ze vaak gedaan. Als jij niet op het ministeriële niveau zit, en neem die meneer Bruins. Een hotshot, directeur van het UWV, dat is geen kattenpis. Die is naar voren gestapt. Nou, die heeft gezet tegen zijn mede-VVD's, jongens, dit moeten we niet doen. En vervolgens hebben ze het gewoon wel gedaan en meneer Bruins is niet afgetreden. Meneer Bruins is niet met een groene onderbroek op het binnenhof gaan staan en met een groot bord van ze zijn bezig om mensen te treiteren en de put in te jagen, want dat hebben ze gedaan. Daarvoor zijn zij verantwoordelijk. Politici zijn verantwoordelijk voor het drama wat ze zelf georganiseerd hebben. Hmm. En dat hebben ze. En voor zover ik het kan zien hebben ze er nog geen onsje spijt van. Nee. Wat is nou de waarde van het, er komt zo meteen natuurlijk een rapport, dat wordt dan officieel gepresenteerd met conclusies. Dat hebben we gezien bij Groningen, hebben dat eerder gezien, dat komt ook straks nog met corona. Wat is de waarde daar nou van? Nou, dat je weet wat er gebeurd is. Dat is sowieso altijd, het is altijd belangrijk om te weten hoe iets gebeurd is. Want als je dus aan detail ziet hoe iets gebeurd is, zie je pas hoe dramatisch het was. Namelijk dat mensen zeiden, ja, maar het is helemaal niet waar. Dat mensen er simpelweg niets van aan heeft getrokken. Als ik het wel heb, was er die fraudewet, dat die nog bestaat. Hè? Waar je ook niet tegen in beroep kan, waar al van alles aan mis was. Waar ook al vanaf het allereerste moment tegen gewaarschuwd is. Het is allemaal gedaan. Door mensen die wij benoemd hebben om zich fatsoenlijk te gedragen bij het regeren van Nederland. En het probleem is dat een groot aantal mensen die wij daarvoor een opdracht hadden gegeven, een politieke opdracht,
zich niet fatsoenlijk hebben gedragen. Zich onfatsoenlijk hebben gedragen. Ook onze lieve, aardige, leuke, vlotte, jonge minister-president. Die is daar ook verantwoordelijk voor. En ik hoop dat ze 's nachts wakker schieten en denken, Jezus, nog aan toe. Wat hebben we aangericht in de afgelopen jaren? Want je voelt wel, ze verdwijnen nu van het toneel. Henk Kamp was al verdwenen van het toneel. Maar al die affaires, die zieken nog jaren en jaren en jaren voort. En berokken nog jaren en jaren schade aan de mensen die daardoor getroffen zijn. Ja, ik word dan. Je wordt er echt treurig van. Rutte zal zeggen, het kabinet is erover gevallen. Het bomt uiteindelijk niet. Ja, het kabinet had natuurlijk vorig jaar moeten vallen, dat begrijp je. Dat is ongelukkigerwijs niet gebeurd. Ja, maar het vorige kabinet is hierover gevallen, hè, over deze kwestie. Zeker, ja, nou ja, gevallen. Ze hebben een ontslag aangeboden. En toen waren er verkiezingen. Toen is er een nieuw kabinet gekomen, wat hetzelfde was als het oude kabinet. Wat wil je daarmee zeggen? Dat het symbolisch was? Ja, natuurlijk. Helemaal die hele vertoning vorig jaar. Zo'n toneelstukje eerste klas. Weet je niet dat Rutte ook zo'n bezorgd gezicht. En nieuwe bestuurscultuur van Amaoula. Er hoeft helemaal een nieuwe bestuurscultuur te komen. Wij moeten bestuurd worden door mensen die op beschikken over een minimaal gevoel voor wat fatsoenlijk is en wat niet. En als je dan gewoon wel bewust, want dat is wat je treft. En je wordt wel bewust gestuurd op keiharde aanpak. Hè? Ja, ik moet dat. Nou ja, ik moet niet zeggen wat ik dacht. Je kunt wel zeggen, dit is zo heftig en zo ernstig dat het binnen de Belastingdienst, maar ook binnen de hele overheid. De Belastingdienst, een schitterend voorbeeld, kapot gereorganiseerd. Alle expertise met die idiote premie laten vertrekken. Hè? Ja, en nu werkt het niet. Gek, wat gek, het werkt niet. Nee, echt, je kunt dat achteraf, daar ben ik vast van overtuigd, zullen deze jaren, weet ik veel wat het is, de laatste 15 jaar of zo, de geschiedenisboeken ingaan als slordig, gevaarlijk voor mensen die, laten we zeggen, die te treffen zijn door overheidsbeleid. Mm. Maar als je de Belastingdienst nu een beetje volgt, zie je wel dat ze het menselijke karakter veel meer laten zien in al hun aspecten die ze moeten uitvoeren. Ik hoop het. Je zou kunnen zeggen dat het is misschien een les geweest van wat er hier is. Een hele pijnlijke les, maar het is wel een les geweest van wat ze hebben meegemaakt. De kwestie is dat zelfs de Belastingdienst uiteindelijk een uitvoerend apparaat is. En dat uitvoerende apparaat heeft uitgevoerd op basis van kabinetsbesluiten. En laten we dat er vooral ook bij zeggen, de stemming in het land. Fraudeurs, altijd keihard aanpakken. Zelf zijn we nooit fraudeurs, maar ongetwijfeld zijn de overburen het wel. Dat is toch ook de thematiek geweest. Hè? Hmm. Vanuit denkend, vanuit die Bulgare fraude. Wat zou jouw oproep zijn als je nu bij een overheidsinstantie werkt en je ziet weer iets gebeuren en je denkt dit klopt niet? Ja, dan zou ik natuurlijk geneigd zijn te zeggen dat ik daar de held ga spelen. Ik heb geen flauw idee. Je zult me net een hypotheekje hebben gekregen na lang tobben. Een gezin hebben met twee kindertjes. Wel een aardige functie. Ik heb geen flauw idee hoe heldhaftig. Nou, laten we zeggen. Je moet je niet afvragen of het tweede, derde of het vierde niveau in die overheidsbureaucratieën. Of die heldhaftig hebben gereageerd. Je moet naar Henk Kamp kijken. Een hele onaangename man blijkt hier. Die zich zijn met name morele verantwoordelijkheden niet bewust is geweest. Met zijn kletskoek over fraude. Die hele fraudemist is grotendeels verzonnen. Maar het maakt natuurlijk een fantastische indruk in de publiek voor de publieke opinie. Omdat Nederlanders sowieso denken dat vooral andere Nederlanders frauderen. Mm. Maar dat valt dus met die fraude valt dus eigenlijk enorm mee. Ja. En Henk heeft dus niet op feitelijkheden, maar op onderbuikgevoel. Sterker nog, hij zei van, ik weet wel beter. Die feiten, die cijfers, die kunnen niet kloppen. Ik weet wel beter. Hmm. Ja, misschien, hij komt uit de Achterhoek. Misschien wordt er veel gefraudeerd. Ik heb geen flauwe, laat ik geen flauwe opmerkingen over maken. Hier in Utrecht zit het. Het is een groot deel van het beleid van de afgelopen kabinetten kan beschreven worden als een moreel failliet.
van de overheid. Ja. En nog dieper zit, en dan komen we op onze thematiek over, niet waar, dat de hele rol van de overheid fundamenteel zou moeten veranderen. En dat die hem zou moeten sturen op de zelfredzame burgers. En dan is het even stil. En dan hoor je hem zeggen, dat zijn allemaal oplichters. Flessen trekken, ze proberen, nou ja, enzovoort. Er zal een enkele oplichter bij zijn. Maar nogmaals, het fraudeprobleem was in de verste verte niet wat de regering beweerde dat het was. Nou, dat trof mij deze week. Die meneer Bruins op pagina, nou wat zal het geweest zijn, 5 of zo. Ik zou zeggen, zet het op de voorkant, maar nee. Ja, verder hadden we natuurlijk het ellende nieuws uit Noord-Afrika. Waarvan je in ieder geval 1 generalisatie kunt toch wel aan. Ja, het weer zat tegen. Aan een aardbeving valt geen bal te doen. Dat weet ook iedereen. Zeker niet bij dat type van architectuur op die locaties. Maar de totale incompetentie van de beide overheden, dat tref je toch wel midden tussen de ogen. Marokko en Libië bedoel je? Ja. Marokko kwam en die wouden die buitenlandse helpers niet hebben. God mag weten waarom. De hulp kwam heel traag en moeizaam op gang. En hij had de indruk dat het nog niet keihard liep. Iemand vertelde een verhaal dat zodra de tv-camera's draaiden, waren ze geweldig druk aan het scheppen. En als de camera's uitgingen, stopten ze met scheppen. En je begrijpt ook wel dat die doorbraak van die 2 dammen daar in dat Gira, of hoe het mogen heten. Ja, wat blijkt nu natuurlijk, al jaren verwaarloosd. Er zaten al, weet ik hoe lang, barsten in. Iedereen wist dat het er niet goed uitzag. Er is niet gewaarschuwd, er is niks aan gedaan. Libië heeft als gevolg van onze magistrale interventie van enkele jaren geleden, niet waar, weet je nog, Cameron en hoe heet die Franse pief, Sarkozy, hebben we, hoe heet het, de Gaddafi weggejaagd. En hebben we iets voor in de plaats gekregen wat stuk en een stuk erger is. In ieder geval voor de bewoners van Libië. Maar ook voor die mensen uit Afrika die richting Europa trekken. Ja, er zijn 2 stuwdammen gewoon bezweken. En nou, je hebt de foto's gezien. Vooral die satellietfoto's zijn wel indrukwekkend. Mm-hmm. In negatieve zin. Maar goed, je ziet daar dat je in die landen, dat een incompetente overheid. Kijk, wij hebben het nu in Nederland gehad over een, hoe moest ik het zeggen, een moreel failliete overheid, althans op die punten. Maar een incompetente overheid, daar ben je ook al die mensen die daar verdronken zijn, die zijn het slachtoffer van een incompetente overheid. Het is treurig om het te moeten kunnen constateren. Het is niet onze lieve heer die dam heeft laten breken. Dat is de Libische overheid. En dus ongeacht welke partijen er zitten. Ja, dat maakt daar helemaal niks uit als ik het goed begrepen heb. Ik bedoel, ze zijn allemaal gek. En wat maakt ze incompetent? Dat is ook een weinig nuttige beschrijving, mijnerzijds. Incompetent is dat je 2 stuwdammen hebt. Die je blijkbaar niet onderhoudt. Waarvan je wel zegt, ja, ze zitten vol met barsten, maar ja, kunnen dat geld beter besteden aan een dure auto of iets in die geest. En moeten we de mensen waarschuwen? God, waarom zouden ze bang maken? Dat heeft ook geen zin. Zal het voorlopig doen, knijpen we de oogjes toe. Kijken we het door. Allerlei. Totdat het misgaat. Ja. En dan gaat het goed mis en heb je 10.000 doden. Wat vind je van de rol van Nederland en misschien wat breder het Westen bij deze 2 rampen? Nou ja, we staan altijd meteen klaar met zo'n ploeg en met snuifhonden en ik weet al niet wat. Maar dat is natuurlijk, zal ik daar nou van zeggen, dat is marginaal werk in landen die niet deugen, als je het zo wil noemen. Nou ja, er zijn ook oproepen om Giro 555 te openen voor in ieder geval Marokko, maar dat is nog niet gebeurd bij mijn weten. Oh, ja, ik ben graag bereid iets te sturen, maar ja, dat is ook zo'n beetje betrekkelijk roos gebaar, toch? Nou, de vraag is dan iedereen ook, weet dat die landen waardeloos bestuurd worden. Ja, dus komt het wel goed iedereen terecht. Iedereen weet dat eigenlijk heel Noord-Afrika dat klote landen zijn. Daar hoef je niet moeilijk over te doen natuurlijk. Kijk naar Tunesië. Het zijn allemaal van die landen die dan eerst een klein aanloopje maken. Dat je denkt, misschien wordt het toch een beetje beter. Ja. Hè? Misschien is het toch ergens goed voor geweest, die lente. Die Arabische lente.
En dan gaat het weer totaal fout. Kijk naar Tunesië, waar dat allemaal begonnen is in de tijd. Kijk naar land als Egypte. Want ja, dat moet op een goede dag totaal fout lopen. Maar goed, dat wachten we dan nog even af. Kijk naar een land als Zuid-Afrika. Nou ja, enzovoort. Soedan, wat dacht je daarvan? Hadden we een oplossing, twee Soedans, Noord en Zuid. En kijk eens aan. Ja, terug is natuurlijk dat het hier om mensenlevens gaat. Hè? En dat die mensen dus te maken hebben met een incompetente overheid die ze niet helpt. Zeker. Sterker nog, die ze niet helpt. Die ze afschuwelijk bejegend, want daar komt het natuurlijk op neer. En je ziet dat er in een schijnbaar perfect georganiseerd land als Nederland, een van de welvarendste landen ter wereld, nietwaar, doet onze eigen overheid dingen die moreel totaal onverantwoord zijn. Nou, daar heb je Libië, met wat voor achtergronden, wat voor sociale structuren enzovoort. Hebben dat soort van landen te maken. Dat is een vrij hopeloze toestand. Maar die twee landen zijn Nederland en Libië en Marokko zijn toch niet met elkaar te vergelijken als je het hebt over bestuur? Nee. Daarom is het extra pijnlijk dat wij zoveel beter en knapper en rijker zijn en tegelijkertijd dat onze eigen overheid verschrikkelijke dingen doet. Op ons niveau, maar desalniettemin wel verschrikkelijk. Maar is er niet op elke overheid iets aan te merken? Ongetwijfeld. Maar je weet, dat is een bekende vorm van redenering. Van ja, luister nou eens even. Dat hebben wij wel gedaan, maar het is bijvoorbeeld in Luxemburg veel erger. Echt waar, joh. Ook dat Luxemburg, trouwens in Frankrijk ook, dat als je dat zou weten, hoe slecht het daar. Nee, dat is geen enkel excuus. Ja, dat zijn dus jij gaat uit stelen en dan word je erop aangesproken en dan zeg je ja, maar. Mijn buurman gaat ook elke avond uit stelen. Ik bedoel, ik heb geen zin om een beetje mijn eigen portemonnee te beschadigen. Ja. Dat doet me een beetje denken aan het argument dat Rutte gebruikte toen het kabinet net was gevallen. Toen zei hij, ja, maar het is ook alweer 10 jaar geleden toen het vorige kabinet is gevallen, vroegtijdig. Ja, en Rutte is veel te lang blijven zitten. Ja. Dat ligt ook natuurlijk aan onze andere politieke partijen, aan onze volksvertegenwoordiging. En uiteindelijk altijd aan de kiezers. Ja, het is jammer voor de kiezers, maar zo is het.